Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking boven Nederland en die paar witgrijze vegen, dat zijn kleine stapelwolken, die konden wel hier en daar ontstaan, maar lossen vanavond weer op. De temperatuur begint vanavond te dalen tot een graad of 12 en op een enkele plek wordt het alweer nevelig. In de nachtelijke uren wordt het uiteraard nog wat kouder, bij weinig wind wordt het dan zo'n 6 graden in het oosten. Er kan weer mist ontstaan en vooral het zuiden en oosten maken kans op dichte mist. In de kustprovincie staat iets meer wind dan afgelopen nacht, daar is de kans op mist kleiner. Morgenochtend lost de mist langzaam op en daarna hebben we een afwisseling van een zonnige perioden en wolkenvelden en vooral in het westen en noorden zijn er wat meer wolkenvelden aanwezig dan vandaag. We worden een graden over 18. Vanaf woensdag krijgen we ander weer. De bewolking gaat toenemen, het gaat regenen en harder waaien. Woensdag is het 16 graden. Donderdag en vrijdag halen we met moeite de 11 à 12 graden. En vooral donderdag staat er in Zeeland veel wind. Ik ben Michiel in. Van weerplazen.nl